Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 18 hier in Italië. Heb jij aflevering 17 in België gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en zie jij die aflevering verschijnen. En ben je nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Je zag het er net even goed. Kimi Räikkönen gaat na dit seizoen stoppen met de Formule 1. Dus dat kan de rijdersmarkt gaan opbeuken. Want daar komt dus een nieuwe rijder voor Alfa Romeo. En wij moeten ons gewoon focussen op het WK. Wat we eigenlijk toch niet meer kunnen winnen. Maar Italië biedt een goede kans om misschien een overwinning te pakken. Maar eerst de kwalificatie. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 op Monza. Ik verwacht hier wel een pole position, want de baan is gewoon bloedsnel. En kijk eens naar het aantal kilometer per uur, 352 kilometer per uur. Dat is bloedsnel, want de Mercedes motor is hier gewoon heel erg sterk. En ik denk dat in seizoen, even kijken, 3... gaan we denk ik de AI verhogen naar 95. Hij heeft nu altijd op 90 gestaan. Wat best wel hoog is voor mijn doen. Want ik speel met een controller en niet met een stuur. Het is een P1 met een 1.18.9 in Q1. Dat is heel goed. Dus we geven al wat aan de concurrentie. Voor de resterende twee kwalificatiedelen. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. Ik ga mijn ronde op de soft laten noteren. Ik denk dat iedereen dat gaat doen. Een track limit waarschuwing, want ik nam de bocht daar iets te scherp. Ik stuurde ook iets te vroeg in. Om misschien te proberen om wat tijd te winnen. Maar dat is wel gelukt. Maar we krijgen er wel een waarschuwing voor. Dan heb ik hier een slipstream van Charles Leclerc. Lewis Hamilton zet een 1.19.2 neer. En wat zetten wij zo meteen neer? Dat is een 1.18.5. Een P1 op dit moment in Q2. Dat is heel goed. Snelste in Q1 en snelste in Q2. Zijn we inmiddels aanbeland bij de beslissende kwalificatiedeel Q3. En kijken wat dat gaat worden. Ik heb er wel het volste vertrouwen in. Dat wij hier ook op een P1 staan. Maar je moet het toch nog gewoon eventjes doen. En dat is een hele andere koek. Kom aan bij Parabolica. De laatste bocht hier in Monza. Schiet hier te veel door. En dat gaat ons tijd kosten. En het is een 1.20.6. Een P4 op dit moment. Dat is... een P9 geworden. En dat is niet goed. Dus dit wordt ons laatste rondje. Om ons te kunnen verbeteren. En het zou heel mooi zijn. Als we toch nog naar de pole kunnen rijden. Want dan is ons weekend tot nu toe. Perfect geslaagd. Snelste in Q1. Snelste in Q2. En snelste in Q3. We gaan het zo meteen zien. Als we bij start-finish zijn. Wat onze tijd dan wordt. Op dit moment is dat een 1.20.6. Paars in sector 1. Een halve seconde sneller dan Charles Leclerc. Paars in sector 2. 2,4 seconden zijn we los van de delta. Sorry, van onze eigen tijd zelfs. En het is ook paars in sector 3. En we pakken voorlopig de pole met een 1.18.1. Heel goed gedaan. En gewoon een seconde los van Lewis Hamilton. De pole gepakt in Italië. Super gedaan. De snelste in Q1, snelste in Q2 en snelste in Q3. Heel goed. Wel 3 waarschuwingen vanwege de tracklimits, maar dat boeit ons helemaal niks. Want de tijd is gewoon nog geldig. En dan gaan we ons gewoon lekker opmaken voor de grote prijs in Italië. Voor carrière aflevering 18. We starten van de pole position en hopelijk kunnen we onze tweede achtereenvolgende overwinning boeken.
op dit circuit in My Team Career Mode. Daar gaan we. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is, of course, Italy, one of the great racing nations. And it's time to get underway for the Italian Grand Prix. With top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Why don't we start by talking about Valtteri Bottas? Looks like they've got a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Albon, Ricciardo, Max Verstappen, and Leclerc, Perez, Vettel, Norris, and Esteban Ocon, Sainz, Gasly, Valtteri Bottas, and Russell, Stroll, Raikkonen, Daniel Kvyat. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kevin Magnussen, Grosjean, De Vries, Latifi, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix under. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Nou, we moeten deze vorm vasthouden, zegt Jeff. Soft, medium is de strategie. Kijken of we misschien die stint kunnen stretchen, misschien van de soft, maar je weet het maar nooit. We gaan het gewoon proberen. We starten vanaf pole position in de grote race van Italië. De vorig seizoen pakten we hier een overwinning. Hopelijk dat het nu ook gaat gebeuren. We zijn er klaar voor carrière aflevering 18 in Italië van My Team Career Mode. En we zijn onderweg. En we komen zoals gewoonlijk goed weg. Hamilton, een betere start, maar wij gooien al gelijk onze overtakeknop aan. En Hamilton kan daar niet op reageren. Hij raakt daar ons wel volgens mij. En het is geel in sector 1 bij de eerste bocht. Iedereen heel huids er doorheen gekomen. Ik denk het wel, want ik zie geen geel meer. Mooi. Great first lap. Keep it up. Dankjewel, Jeff. Ziet hier wel een klein beetje wijd. Hamilton kan kijken. Maar het blijft alleen maar bij kijken. Mooi. Uit les mode 2 gekomen. Overtakeknop ingeschakeld. En Hamilton kan er niet naartoe rijden. Baars in sector 2. Goed om te zien. Ronde nummer 3. En DRS is beschikbaar gesteld. Het is geel op start-finish. Er is iets gebeurd. Maar wat? Ik kijk naar de kaart. Hamilton valt hier aan. Vraagteken. Nee dus. Er staat volgens mij iemand stil daar. Perez uitgevallen. De eerste uitvaller van de wedstrijd heet dus Sergio Perez in zijn Racing Point. 21 deelnemers dan nog in de wedstrijd. En hij staat uitkomen bocht nummer 2. Richting bocht nummer 3 staat hij. You are in first position, front of the pack. Hamilton is behind you. Less than a paars in sector 2, 16e sneller. Goed om te zien. Ronde nummer 5 en Albon heeft Hamilton gepasseerd voor P2. Rijdt ook naar ons toe. Maar kan niet aanvallen. Gelukkig maar. Dus dat moeten we zo houden. In ronde nummer 11 gaan wij naar binnen duiken voor onze laatste pitstop. Dat zal denk ik gewoon voor de medium band zijn. Want om hier nou naar de harde band te gaan, dat schiet nou ook helemaal niet op.
dan verlies je alleen maar kostbare tijd met je ronden. Alexander Albon kan hier een aanval wagen, want hij heeft DRS. We hebben gelukkig nog IRS, dus we gooien onze overtakeknop aan. Dus hij kan, ja, niet naar ons toe rijden. Goed om te zien. Ronde nummer 7 is het inmiddels. En nog steeds zit Alexander Albon achter ons. Oh, we maken een foutje. En Albon pakt de leiding. Hamilton gaat ook gelijk voor een aanval, maar dat is mislukt. We schoten daar te ver door. Geen voorvleugel. Beschadigd geraakt. Gelukkig, maar Alexander Albon leidt de wedstrijd. En Hamilton en Verstappen zitten... ja, te knokken met elkaar voor P3. En Jeff adviseert, we hebben mix 3 beschikbaar. Mix 3 is beschikbaar. Dus we gaan zometeen Albon weer terug veroveren in ronde nummer 7. Ja, eigenlijk ronde nummer 8. En dan zijn er nog 19 ronden te gaan. DRS geopend, IRS ingeschakeld, Rich Mix erbij gezet. 300... 54 km per uur rijden we. Albon gaat daar in één keer naar rechts. En we raken de Britse Thai. We krijgen er ook een waarschuwing voor, maar dat is niet erg. Hamilton heeft gelijk mee geprofiteerd en is naar P2. Pit window opent in 3 ronden tijd in ronde nummer 11. Maar het verloopt tot nu toe heel goed. Hey, Lewis Hamilton duikt naar binnen. Interessant, want we gaan ronde nummer 10 alweer in. In ronde nummer 10 duikt Lewis Hamilton naar binnen. Hij gaat ook als enigste naar binnen. Gaat hij dan naar de harde band? Ik weet niet of dat een goede strategie was. Ja, dat komt wel goed, Jeff. Maak je maar niet druk. Hamilton naar binnen en valt gewoon heel ver terug. Komt gewoon als 21ste en laatste weer de baan op. We schieten hier een beetje door omdat we hard aan het pushen zijn. We gaan inmiddels ronde nummer 11 in. En de pit window is open. Dus we gaan zeker pushen. En kijken of wij voor Lewis Hamilton weer de baan opkomen. Want dat is gewoon het doel. Hamilton rijdt nog steeds helemaal achteraan, want Bottas is naar binnen gedoken. En Hamilton heeft gewoon verkeer. Dat zie ik op de map. Hamilton komt nu bij start-finish. En heeft volgens mij een Williams voor zich. Paars in sector 1. Heel goed om te zien. Dat betekent dat we de snelste van allemaal zijn in sector 1. Ook paars in sector 2 en we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Albon gaat door. Ook Esteban Ocon gaat door. En wij duiken dus naar binnen om Lewis Hamilton te coveren. George Russell ook naar binnen. Hamilton komt nu het rechte stuk op. Die is... nu bij start-finish. Daar hebben we Giovinazzi. En we komen voor Lewis Hamilton de baan op. De undercut van Lewis heeft niet gewerkt. Heel goed om te zien. En dat is precies wat we nodig hebben. En nu kunnen we gewoon weer verder met de wedstrijd. Want dan hoeven we ons geen zorgen te maken over Lewis Hamilton. Die op een hardere compound rijdt dan onszelf. Volgens rijdt Antonio Giovinazzi. Dat gat is 1,4 seconden. Kimi Räikkönen uitgevallen. De safety car is op de baan. En dit verandert in één keer de strategie. Want nu zijn de jongens naar binnen gedoken. Die kunnen profiteren van deze safety car. Is dit een blunder van mij? Ben ik te vroeg naar binnen gedoken? Dat is ja, de vraag. En ik zoem wat met de delta. Om misschien voor
de jongens voor mij te blijven. Albon komt nu de pitlane uit. Gelukkig, het is geen blunder. We blijven gewoon nog aan de leiding. En Hamilton blijft gewoon op P2. Maar, weet wel, Lewis Hamilton is als enige op de harde band. Dat is denk ik wel een blunder van Mercedes. En ik denk dat Lewis Hamilton niet naar het podium gaat. Want Albon, Verstappen en Ocon zitten op een verse set mediums. Interessant. We zijn trouwens bij de safety car aangekomen. En we zitten op de helft van de grote prijs. Ongeveer dan. De safety car duikt dus naar binnen. Nou, wij moeten dus de delta respecteren, maar ik zie geen delta. Heel verwarrend. En wij mogen het tempo gaan bepalen in sector 3, dus richting start-finish. Ik ga het lekker rustig aandoen, de banden nog gewoon goed opwarmen. Hamilton op de harde band zit maar 14e achter ons. We gaan het lekker rustig aandoen, want hier mag nog niet worden ingehaald. Pas bij start-finish, dan mag iedereen op zijn gas. We gaan ons voorbereiden op de herstart. En wanneer ga ik op een gas? We wachten nog. Wanneer? Nu gaan we op ons gas. En we zijn lekker weggereden ongeveer van Hamilton, want dat gat is gewoon een halve seconde zelfs. Een halve seconde zijn we al los van Lewis Hamilton. En dat was alleen maar op start finish. Dus Hamilton niet wakker gebleven tijdens die herstart. Geel in sector 1, dat is nu weer groen in sector 1, dus dat is heel goed om te zien. We gaan inmiddels ronde nummer 18 alweer in. En Hamilton is gewoon twee posities weggezakt. We zetten een 1.17. Sorry. Een 1.22.4 neer. Een 1.22.4. Snelste tot nu toe. Goed om te zien. Even terug naar Lewis Hamilton. Hij reed op P2. Hij rijdt nu op P4. En heeft Esteban Ocon maar op 15e achter hun. Achter hem. Dus Mercedes maakt denk ik een blunder, maar ze kunnen toch nog de wedstrijd winnen als motorleverancier. Dat moet ik niet te vroeg zeggen, want inmiddels zit Max Verstappen achter ons in ronde nummer 19. Wanneer kan hij aanvallen? Hij zit in mijn slipstream, kijkt naar de binnenkant, wij blokkeren hem. Hij kan er dus niet voorbij. Ocon heeft inmiddels Lewis Hamilton veroverd. Trouwens een leuk feitje. Verstappen heeft een relatie met de ex van Danny Kvyat. En Danny Kvyat heeft met die ex een kind gekregen. Hoe raar is dat? Heel raar. Terwijl diezelfde Verstappen hier een aanval waagt. Wordt een soort van drekrace richting bocht nummer 1. Wie remt er als laatst? Wij remmen net wat later dan onze landgenoot. Geef ook wat extra gas bij om die bocht te halen en te zeggen, die bocht is van mij Max, daar kom je niet voorbij. Of daar kom je niet aan, ik noem maar wat. Ronde, nog steeds ronde nummer 20 inmiddels, we gaan richting ronde nummer 21. Verstappen kan niet aanvallen, want hij heeft de power niet. Kijk wel naar die binnenkant. Raakt mijn vloer. Verstappen is ruw bezig. En we moeten hem nu weer terugzien aan te vallen. Hij heeft wel DRS, maar wij hebben een krachtigere motor dan onze landgenoot. Alexander Albon kan mee profiteren. Verstappen kijkt nog naar de buitenkant, maar dat lukt niet. Mooi. En nu vechten de beide Red Bulls om P2 in de wedstrijd. Ronde nummer 22. En nu zit Alexander Albon aan de buitenkant. Is er voorbij. We remmen wat later dan de Britse Thai. Laten hem hier staan. En nog steeds de leiding is van ons. Goed gedaan.
En ik denk dat we deze wedstrijd ook gaan winnen. En dan pakken we onze allereerste overwinning van het seizoen. Heel goed gedaan. Net als in seizoen 1. Toen wonnen we ook in Italië. Toen wonnen we ook onze eerste wedstrijd van het seizoen. En als het hier weer gebeurt, dan is dat gewoon super. De laatste ronde loopt inmiddels van de wedstrijd. Albon heeft gewoon een achterstand van 3,7 seconden. Dat gaat hij niet meer goed rijden. En ik laat jullie even deze hele ronde zien. Wat we tijdens die laatste ronde dus aan het doen zijn in Italië. Waar Ferrari zichzelf in de voet schiet. En waar geen Ferrari motor op het podium eindigt. Groen in sector 1. 3/10 sneller. Track limits waarschuwing. Maar dat geeft helemaal niks. Het gat is gewoon 4,1 seconden. Dat is lekker groot. En dat blijft hopelijk ook zo. Iets te wijd, maar dat geeft helemaal niks. Dan komen we aan bij Ascari. Een hele mooie bocht. Groen in sector 2. 2/10 ongeveer sneller. Ik wou bijna zeggen weer 2/10 sneller. Maar dat is dus niet. We krijgen wel een tijdrit van 3 seconden. Maar dat heeft helemaal geen nut. Want dat gat is 4,5 seconden. Dat betekent dat wij officieel de winnaar zijn geworden. Van de Grote Prijs van Italië. Voor de tweede achtereenvolgende keer in Mighty Career Mode. En dan gaan we ze opmaken voor de Grote Prijs van Japan. Absolutely awesome. Just amazing. Well done. They made great use of the clear air today then and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De raceuitslag, wij winnen dus de wedstrijd, ondanks die 3 seconden tijdstraf. We pakken ook snel het racerondepunt. Albon op P2, Verstappen naar 3. Bottas krijgt driver of the day. En geen Ferrari in de punten. Ook geen Ferrari motor in de punten, dat is heel pijnlijk. Voor Ferrari natuurlijk. We klimmen naar P6, want we pakken Charles Leclerc. En Albon pakt Lewis Hamilton. En P6 in het constructeurs, Red Bull naar het Mercedes en Verstappen naar het Bottas. Dit wordt nog heel spannend voor de laatste twee ronden van Mighty Career Mode. En we zijn inmiddels aangekomen bij het oude. Dit was Genal mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Heb jij genoten? Beloon het vooral met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 Mighty Career Mode content. Schakel ook lekker belletje op aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Deel de video vooral ook. Volg me ook trouwens even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ik ga verder in Japan.